Goedemorgen, vandaag hebben we te maken met storm Corrie en dat zorgt voor een onstuimige dag. In de loop van de ochtend enige tijd 9 bevoren aan de kust. Dat betekent stormkracht uit het noordwesten, een noordwestenstorm. En verder komen er ook zware tot zeer zware windstoten voor van wel zo'n 100 tot 120 km per uur in de kustgebieden. In het binnenland gaat het ook fors waaien. Ook daar zijn windstoten tot zo'n 90 km per uur mogelijk. En al deze wind die gaat natuurlijk voor overlast zorgen, met name in het verkeer. Maar ook in buitenactiviteiten moeten echt wel rekening houden met deze wind. Ja, een onstuimige dag dus. Het is nog niet de piek van de wind, want dat is in de tweede helft van de ochtend. Maar we zien inmiddels toch al windstoten boven de 90 km per uur in de kustgebieden. En ook landinwaarts komen de eerste zware windstoten voor boven de 75 km per uur. Nou, dat gaat dus in de loop van de ochtend alleen maar verder toenemen. Verder hebben we al regen gehad. Dat is vannacht over het land geschoven. En een nieuwe regenzone die trekt nu vanuit het noordwesten het land binnen. En dat zijn af en toe pittige buien. En de komende uren hebben we daar ook mee te maken. Dan gaan we ook nog even naar de wind in detail kijken. Dan zien we hier het windveld boven de Noordzee liggen. Dat rood en oranje, dat zijn windstoten ruim boven de 100 km per uur. En dat schuift geleidelijk aan toch meer ook richting Nederland. Ook het binnenland gaat te maken krijgen met windstoten boven de 80 km per uur. Het noordoosten van het land, dat valt relatief gezien wel mee qua wind. Want die wind die krult er als het ware omheen. Ik kan dat mooi laten zien als ik de animatie aanzet. Dan zien we dat die wind er omheen draait. En ik heb steeds de kustgebieden genoemd, maar ook het IJsselmeergebied. Daar krijgt echt wel die zware wind grip op. Of die zware windstoten kunnen daar gaan voorkomen boven de 100 km per uur. Momenteel ook een code oranje die eruit staat voor het Waddengebied, voor het IJsselmeergebied, voor Noord-Holland en voor Friesland. In verband met de wind daar dus code oranje. Elders in het land overal code geel. In de loop van de middag moet de wind geleidelijk aan gaan afnemen. Nou, de weerkaart ziet dat er als volgt uit voor vanmiddag. Een windkracht 8 tot 9 boven zee nog wel. Geleidelijk aan iets afnemend. Boven land windkracht 5 tot 7. Ook die wind gaat dan langzaam afnemen in de middag. En verder dus nog die buienactiviteit. En tussen die buien door kan vanmiddag best nog wel even de zon schijnen. Wat de temperatuur betreft tussen de 6 en de 8 graden. Een onstuimige dag dus vandaag. Wees voorzichtig als u de weg op gaat. In de loop van de middag wordt het allemaal rustiger. En morgen ziet het er ook nog wisselvallig uit, maar dan wel met minder wind. In de loop van de dag weer een update. Alvast een fijne dag, maar ook een veilige dag.